Hoi, ik ben Roy. Leuk je weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag leek het mij super leuk om weer een soort bouwvideo te maken hier in The Sims 4. En ik kwam op een website terecht op internet, ja, waar ander. En toen zag ik deze meubeltjes voor een IKEA. En toen dacht ik van, ik ben wel geïnspireerd om een eigen soort IKEA te gaan bouwen. En dat lijkt me heel erg leuk, want dan kunnen we onze eigen meubeltjes erin gaan zetten. En een prijskaartje geven, hartstikke duur. En iedereen weet nu wel een beetje hoe de IKEA van binnen eruit ziet. Ik denk dat 100% van jullie allemaal wel een keer in IKEA is geweest. Weet je kent die Zweedse hakballetjes eten. En je kan een leuk dingetje uitzoeken en dan zo'n cactus kopen en dan het niet te verzorgen. Maar het ziet er wel leuk uit. Het kost niet veel, dus neem er gewoon mee. Of zo'n geurkaars, neem hem lekker mee. Heerlijk. En dan na afloop lekker een ijsje lopen likken. Of lekker een hotdog in je bek douwen. I love it. Dus vandaag leek het me super leuk om een soort kleine IKEA te bouwen in The Sims 4. Als een kleine bouwserie. Ik wil dus hier twee delen van maken. Dat we dus een IKEA gaan bouwen. En zoals je ziet hebben we hier ook bijvoorbeeld de Expedit kast. Een hele bekende kast van IKEA. Die heeft denk ik bijna iedereen wel in huis. Heel veel mensen hebben dit. Ik heb het zelfs ook. En we hebben deze borden voor aan de weg die we neer kunnen zetten. Dus we kunnen een kleine parkeerplaats bouwen. Hier zijn de bekende tassen en het logo en vlaggetjes. Dus we kunnen eigen soort IKEA bouwen. En het leek mij super leuk om een eigen soort IKEA te bouwen. Maar dan ook een beetje, niet de traditionele IKEA, als je snapt wat ik bedoel. We gaan het een beetje gewoon, want jullie kennen me, met bouwen. Ik ben al heel erg hip en trendy bezig. Een beetje Pinterest-achtig. Dus, dat wil ik vandaag ook gaan doen, maar dan met de IKEA. Dus het wordt misschien helemaal geen blauw gebouw. Maar het wordt heel modern en met wit en met geel en wel een beetje blauw. Het wordt jongens, ik heb er zoveel zin in. Dat mijn haar geen eens zit, ik heb een jas aan en een trui. Als je afvraagt van Roy, waarom heb je een jas aan? Nou joh, meid. Of jongen, we gaan toch lekker aan de bak hier. We staan op de bouwput. Zet de helm maar op hoor jongens, we gaan lekker bouwen. Maar we zijn nu op deze kavel. En deze kavel die hebben we, nou ja, dit huis hebben we een keer in een video gemaakt. Wat super leuk was. Echt nog een van mijn favoriete huizen die ik ooit heb gebouwd. Maar deze gaat weg. Want we gaan hier een IKEA bouwen. En ik heb natuurlijk even wat opgeslagen. Dus dat komt helemaal goed. Oké, jongens, ik heb er zoveel zin in, want we gaan natuurlijk een showroom maken. We kunnen een klein gedeelte maken waar ze opgeslagen staan. Of we kunnen dat doen alsof je dat moet ophalen bij een balie. Dus misschien ook wel wat mooier dan zo'n hele grote, zo'n loods met van die hoge stijgers, weet je wel, aan het eind van de IKEA, bij de kassa's. Dat kunnen we bijvoorbeeld ook niet doen en dan maken we het anders. Gewoon wat mooier en wat beter. En dan het restaurantje ook nog. En bij de kassa's natuurlijk nog een ijsje lopen vreten. Heerlijk. Of een lekkere hotdog in je mik douwen. Ik vind het helemaal best. Laten we gewoon beginnen met een parkeerplaats. Want we moeten natuurlijk wel parkeren. Want we komen natuurlijk met een auto of met een waggie. We moeten natuurlijk wel onze kont parkeren op de parkeerplaats. Dus ik ga eventjes een mooie vloer uitzoeken. Oh, en het leek me ook leuk om in deze soort woestijnachtige wereld te bouwen. Want dan doen we het een keer wat anders, weet je? Ik vind het wel leuk. Even weer wat anders. Vind ik wel weer wat hebben. Dus ja, even kijken. Wat we kunnen doen is dat we gewoon deze vloer nemen. En dan maken we zelf weer een parkeervakken. Met van deze dingetjes. Alleen ik weet niet of het heel mooi is. Maar misschien moet ik met een andere doen. Ja, ze hebben nooit echt mooie dingen. Oh, kijk, deze bedoel ik. Kijk, van die lijntjes. Dan lijkt het net of het echt van die witte lijnen zijn. En dan maak ik gewoon een parkeervak. Nou, ik heb al een stukje parkeerplaats gebouwd. En er zijn al heel wat vakken nog vrij. Want er is nog helemaal niemand. Er is nog één. Er is nog één IKEA-tje. Oké, dus mijn plan is, ik heb er eventjes over nagedacht. Ik denk, weet je, ik ga eens even nadenken met mijn leven. Ik dacht, weet je, hier komt een soort groot, dit wordt de voorkant. Maar hier ga je niet naar binnen. Hier zijn hele grote ramen. Dan kan je al een beetje naar binnen kijken naar de IKEA. Of op de tweede verdieping zit het restaurant bijvoorbeeld. Weet je, dan kan je lekker naar buiten kijken. Daar houden we van. Dus een stapje aan de linkerkant is de ingang. En aan de rechterkant is de uitgang. Dus dan kan je dan, ja, is het makkelijk. Dus dan is het makkelijk om hier te parkeren bijvoorbeeld. Dan hoef je niet zo ver te lopen met je karretje. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb ook lekker wat palmbomen neergezet. Want weet je, we zijn wel in de woestijn beland.
Dus ik dacht, weet je, dat past helemaal een thema. En ik hou van dat thema. Hey. Dus helemaal best. Ik ga hier wat lekkere plantjes plaatsen. Ik doe even een code, want dan kan ik eventjes dingen in elkaar plaatsen. Want dat vind ik wel mooi. En we plaatsen gewoon wat lekker wat mooie plantjes neer. Weet je? Gewoon lekker een beetje tropisch maken. I love it. Dus, ja. Weet je jongens, als ik op mezelf ga wonen. Ooit. denk het wel. Dan, ik denk niet dat ik heel veel naar de IKEA zal gaan. En weet je hoe dat komt? Niet omdat ik de IKEA niet leuk vind. Ik vind het echt geweldig om daar te zijn. En ze hebben hele leuke dingetjes. Maar ik vind het altijd... Het is een beetje been here and done that. Het is een beetje... Ja, iedereen heeft hetzelfde. En dat vind ik niet zo leuk. Iedereen heeft zo'n blokjeskast thuis. En iedereen heeft dat en zo. En weet je, er zijn zoveel ook betaalbare merken. Of andere dingetjes. Ik ga niet heel mijn huis IKEA maken later. Ik ga overal ergens dingetjes vandaan halen. En dat vind ik zo leuk. Daar heb ik echt zin in. Kijk, ik zei het laatst tegen mijn moeder. Ik kijk er zo naar uit om gewoon... om te beginnen met inrichten of een plan te maken daarvoor. Jongens, als ik zeg het eventjes alvast. Als ik ooit op mezelf ga wonen, of nou ja, met Kai dan denk ik voornamelijk, natuurlijk. Dan ga ik dat helemaal vloggen. Ik kijk er zo naar uit, want ik kijk soms wel eens verhuisvlogs. En ik vind dat geweldig. Dat is echt maar een soort, nou ja, het is geen guilty pleasure. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te kijken. Schaam me er niet voor om dat te kijken. Maar ik vind dat zo leuk. Oh my god, I love it. En dus ik kijk er echt naar uit om het zelf... ook zelf een keer te doen. Het lijkt me helemaal geweldig. En dan neem ik jullie helemaal mee in het proces. Het lijkt me helemaal geweldig. En jullie weten dan misschien wel een klein beetje hoe dat eruit gaat zien. Oh my god. Oh, wat heerlijk dit. Ja, ik kijk er echt naar uit. En het leuke dan is... Kai die is ook wel een klein beetje kieskeurig met dingetjes. Maar hij vindt heel veel dingen die ik mooi vind, vindt hij ook mooi. Dus, dat is een hele win-win situatie natuurlijk. Wij zijn niet zo'n VT-wonenstelletje die zegt van... ik hou van kleur en van gezellige kleedjes en zo. En dan bijvoorbeeld Kai die zegt... Ja, ik hou van modern en van glanzende tafels en leren banken. Dat is weer compleet het andere. Maar Kai is echt precies hetzelfde als mij. Dus dat is echt super leuk. Dus daar ben ik heel erg happy mee. Even kijken jongens. Ik moet natuurlijk even inschatten hoe groot de IKEA wordt. Want het is best wel een grote kavel. Maar ja, je hebt nu natuurlijk de ingang. En dan wil je natuurlijk gaan lopen. Dus weet je wat? Wat ik gewoon doe. Ik neem gewoon de volledige kavel. En dan kunnen we altijd nog kiezen van... Oké, weet je, dat is wel echt te... te groot of iets. Dan kunnen we het altijd gewoon lekker inkorten. Of dan maken we een soort achter de schermen dingetje van. Dus dat is ook best. Even kijken wat ik wil doen. Ik wil precies, nou ja, dat heeft IKEA ook. Wil ik deze kopiëren hier opzetten. Zo. Hoppatee. En wat het wel is aan IKEA, altijd heeft die IKEA hele lage plafonds. En wij gaan dat lekker niet doen. Wij gaan het lekker hoge plafonds doen. Dus kijk. Bam. Oh, wat cool is dit. Ik heb nu al een IKEA gevoel, jongens. Ik word hier helemaal blij van. Dit wordt een soort pilaar, want ja, dit wordt een soort binnenkomst natuurlijk. Dus dan kan je gewoon... Ja, dan staat dat hier gewoon of zo. Of ingang, weet je wel. Dat staat ook gewoon bij de IKEA. Dus zo. Het heeft een plat balkon. Of balkon. Plat dak. Dus daar hoeven we ook niet heel veel aan te sleutelen. Maar we kunnen wel zo'n randje geven of iets dergelijks. We kunnen daar wel eventjes naar kijken. Zo. Hoplakaas. Kijk eens aan. Jongens, heerlijk dit. Helemaal leuk. Oké. Oh, kijk, dit is de kleur die ze me. Die in dat pakket zit. Dat is echt de IKEA blauw. Het is ook wel heel erg mooi hoor. Ik vind het wel ook heel fancy. Maar zoals je ziet, er is ook geel. Er is ook geel. Er is ook grijs. Dat is een beetje saai. Het is ook deze kleur en er is ook nog een hele witte kleur. Hij lijkt nu een beetje crème door het licht in de woestijn. Dat is wel een beetje jammer. Maar het is ook rood. Nu heb ik nou snel niet iets met rood. Maar geel vind ik wel heel erg cool, denk ik. Alleen, ik weet niet of het logo komt in blauw of zo. Dat moet ik nog eventjes opzoeken. Want anders is het niet mooi natuurlijk. Even kijken. Oh, die komt alleen in het geel.
Hoe gaan we dat oplossen, jongens? Wat ik kan doen, is, nou, hier komen natuurlijk ramen. En dan plak ik gewoon op het raam. En door de ramen dan zit hij niet echt op het geel. Dus dat vind ik wel heel erg cool. En weet je wat we dan doen? Dan doen we blauwe vlaggetjes. Kijk nou, en die kunnen we hier neerzetten. Oh my god. Jongens, ik vind het helemaal geweldig, hè. Ik heb het zo naar mijn zin. Ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. En als je het leuk vindt... Ja, weet je, ik gebruik jullie nu gewoon. Geef dan gewoon een duimpje. Haha. Oh, wat erg. Oh, kijk, ik ken hem ook nog in het Simlish chat. Maar dan lijkt het op een Karwei logo. Dus dat doen we niet. Misschien moet ik wel even de vlaggetjes omdraaien, zo. Zodat je, als je hier rijdt, dat je dan ziet van... Oh, hier zit een IKEA. Weet je wel? Dus dat is marketing, jongens. Marketing trucje. Zekers. Zekers. Zo. Wauw. Jongens, ik werd vanmorgen wakker. En toen had ik geen eens een idee van wat voor video's ik zou willen opnemen vandaag. En toen zag ik dit denk van, nou meid. Ik ga dit gewoon spontaan doen. Helemaal naar mijn zin. Helemaal leuk. Dus ik vind het ook helemaal best. Ik vind het helemaal cool. Zo, nou de vlaggetjes staan erin. Weet je, kijk. Oh my god, dat is zo cool. Jeetje, oh my god. I love it. Oké, ik ga even eens kijken naar de ramen en de ingang. En dan spreek ik jullie zo weer. Nou ja, over 1 seconde. Weet je, dat is de magie van dat knippen. Tot zo. Oh my god, jongens. Ik ben zo happy met wat we nu al hebben. En we hebben nog geen eens de binnenkant van IKEA. Het belangrijkste. Maar kijk hoe leuk het er al uitziet. Ik heb eventjes de ramen geplaatst. Natuurlijk had ik al gezegd dat we hier vooraan raampjes kunnen doen. Omdat daar het restaurantje misschien kan komen. Maar ik dacht, weet je, de IKEA is altijd zo'n blokkendoos met bijna geen ramen. En dan heel veel kunstmatig licht binnen. En ik dacht, weet je, dan nemen we het ook gewoon mee met de ingang natuurlijk. En gewoon daarboven. En weet je, dit, dat hoort natuurlijk geen licht te krijgen. Dat is wel een beetje IKEA. Dus dat heb ik gewoon gedaan. En over het logo, ik had hem hier geplaatst op geel. En toen dacht ik van, nee. En toen dacht ik dit. En toen dacht ik, wow. En toen heb ik de pilaren veranderd. En dacht ik, wow, dit is het gewoon. Dit is gewoon een super hippe IKEA nu al. Dus precies wat ik nodig had. Dus het leek me ook heel leuk om deze soort borden bij de ingang hier te zetten. Dan heb je een soort voorproefje voor wat in de aanbieding is. Of wat mooi is of zo. Weet je, hier een fornuis. Dus kijk. Prachtig dit, jongens. Ik smul hier zo van. Dus helemaal geweldig. Een ander ding. Ik heb... bij de IKEA heb je van die roldeuren, weet je wel, die draaien. Dat hebben ze natuurlijk niet in Sims. En als ik dat ga nabouwen, dan is het ook lelijk. Dus ik heb gewoon een open deur gedaan. Ik heb gewoon zo'n hoe heet zo'n ding? Ja, dit heet zinloze renovatie. Dit is zo'n poort, weet je wel. Nou, toen dacht ik, weet je, dat is gewoon lekker in en uit. Makkelijk met je karretje. En dan s'avonds, als de IKEA dicht gaat, dan doen ze hem dicht. Alsof, weet je wel. Dus ja, helemaal top. Oké. Het is heel belangrijk dat er even heel veel lampen hangen. Ik zei net van, ja, even zoveel kunstmatig licht. Maar ja, nu moet het wel. Maar we hebben wel heel veel ramen erbij. Dus dat is mooi. Ik weet al precies wat voor lamp ik wil. En jullie weten, denk ik, donders goed welke dat zijn. Omdat ik ze altijd gebruik. Jongen, ik ben zo origineel. Echt, jongens, wauw. Oké, en nu wil ik ze wel eventjes een beetje recht gaan plaatsen. Want ik doe dat nooit. Ik vind het altijd... Ik krijg al heel veel reacties van... Roy, dit kan mijn OCD niet aan. En toen dacht ik echt van... Weet je, mijn ook eigenlijk niet. En dan denk ik van... Jullie hebben echt zoveel gelijk. Oh my god. Maar weet je, ik zit nu al te falen. Dus sorry voor de mensen die daar heel erg last van hebben. Ik heb er nu zelf ook al last van. Het is echt insane. Ik wil dit gewoon overal hebben. Ik vind dit goed belicht en mooi. Dus ik ga dat eventjes doen. Dan bespaar ik jullie even de omdwintijd die ik even door ga brengen met de lampen. Dus ik zie jullie zo weer. Nou, de lampen hangen hoor. En hierboven hangen ze veel minder recht dan hier beneden. Puur omdat ik letterlijk 10 minuten over heb gedaan om lampen te hangen. Jongens, ik had er even geen zin meer in. Maar dat maakt niet uit, jongens. Het hangt. Het hangt gewoon, jongens, op het lekkere plafond. Dus weet je wat leuk nog is? Is dat ik nu nog de indeling moet maken. En als dat kut zit met die lampen, dan heb ik echt een probleem. Haha. Dus dat is minder leuk. Oké. Als je bij de IKEA binnenkomt, waar kom je dan binnen, jongens? Dan kom je bij een roltrap meteen binnen eigenlijk. Nou ja, bij mijn IKEA die ik heel vaak heb gezien. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar dan ga je naar boven, dus je showroom. Ga je naar beneden, dan heb je daar...
kleine dingetjes die je mee kan nemen. Gewoon pannetjes, doekjes, handdoekjes, kussenslopen of zo. Dus is dat handig om te doen? Ik denk het wel, want dan ben je ook boven gelijk voor het restaurant. Dus, wat gaan we doen? Wij gaan dat zeker even maken. Oké, eventjes kijken. Ik moet eventjes dit aanzetten. Zo. Er zijn ook toiletten beneden. Dus ik ga ook toiletjes bouwen. En die komen hier. Hier komt de trap naar boven. En dan kunnen hier de toiletjes komen. Weet je wat ik nu moet doen, jongens? Ik moet niet te ruim gaan bouwen. Want ik ken mezelf. Dan ga ik veel te ruim bouwen. Dat had ik toen met dat vliegtuig had, vliegveld had ik een keer gedaan. En nee, dat ging fout. Dat ging helemaal fout. Maar het was wel heel leuk. Maar oké, eventjes kijken. Wat voor trap zou ik daar doen? Er is natuurlijk geen roltrap. Daar kan ik niks aan doen. Maar we kunnen wel natuurlijk een hele brede trap maken. Zo, kijk eens aan. En dan trekken we gewoon dit eventjes door. Zo, hopla. Zo, oké. Nou, hoeven we daar niet meer zorgen over te maken. Dit is gewoon een ingang. Toiletjes, zetten we hier een bankje neer. Eigenlijk staat hier ook nog een soort klein stukje showroom, hè, jongens. Dus misschien kunnen we hier... Het is wel lelijk, maar het is wel oké. Kan wel. Kunnen we een klein... podiumtje maken of zo, of een verhogingtje. En dan doen we gewoon een kleurtje aan de muur en dan zetten we gewoon een bordje neer. Dat is, ja, ik voel dat wel. Oké, helemaal top. Dus ga je hier naar boven. Dan zetten we hier eventjes dit. Zit er nou trouwens liften in deze Sims? Nee, hè? Ik klink heel dom nu. Jawel, er zitten liften in. Want er zijn liften in het gebouw van Ella Mozzarella. Of nou ja, zaten. Maar waar in hemelsnaam staan die? Volgens mij staan die hier niet, hè? Jongens, ik voel me nu zo dom, hè? Oh my god. Nee, natuurlijk staat dat niet hier. Wauw, waarom denk ik dat het hier staat? Oké. Grappig, dit. Ik denk dat er liften zijn en ik... ik weet geen zin wat er is. Volgens mij is het er wel, want anders, hoe kom je anders boven? Dus het is er wel. Maar oké, wij hebben geen lift, jongens. Want Roy weet niet waar hij ze kan vinden. Oh my god, wat ben ik dom. Wauw. Jongens, ik weet het echt niet meer. Ik weet echt niet meer waar de liften staan. We hebben toch liften? Ik heb in een freaking flat gewoond. Dan ga je met de lift. Nou ja, oké, het zal wel. Misschien was hij wel fake, die lift. Fake nieuws. Oké, helemaal best, jongens. Als je boven bent, heb je de showrooms. Dus, wat het leuke is, jongens. We kunnen showrooms gaan bouwen. Oh my god. I love that. Oké. Bij mijn IKEA... Ik heb eventjes IKEA Barendrecht voor me. Dat is onder Rotterdam. Zo heet die plek. Barendrecht. Als je daar boven komt, dan heb je eerst een klein rustig plekje. En dan loop je zeg maar in een... Dan ga je in het pad lopen. Dus wat je kan doen bij die IKEA is dat je ook om kan lopen om de balie heen. Dus dan zou hier de balie zitten. Hier. En dan zou je om kunnen lopen naar het restaurant. En dat vind ik wel een hele goeie. Dus ik ga hier een soort... even kijken hoor. Hoe kunnen we dat cool doen? We kunnen... Ik wil hier wel de balie eigenlijk hebben. Dat vind ik wel mooi. Dus dan doen we zo. En hier moeten we heen, hè jongens. Dus het is ook niet zo ver. Dus ik moet eventjes goed logisch nadenken wat ik niet goed kan. Kijk, dan loop je hier tussendoor naar het restaurant. We kunnen hier doen dat je dan het eten... haalt en hier gaat zitten. En dan kunnen we hier meer showrooms doen. Oké, we doen dat. Dat is goed. Dat is best. Want dan kom je na de showrooms kom je hier weer aan. En dan zie je, dan kan je hier al gaan zitten of je gaat eten halen. Ik vind het wel goed. Ja, oké, I like it. Dat is best. Oké, dan doen we zo. Dus dit helemaal niks. En dan kan je hier eten halen. Nou ja, weet je wat, dat kan ook gewoon zo. Oké. Hier komt een balietje te staan. Zo. Kan je hier lekker doorheen. Kan je hier naar de showrooms. Helemaal best dit. Helemaal goed. Oké. Oh my god, jongens. Ik vind het zo excited. Oké. Nou, als je binnenkomt in IKEA, dan begin je altijd gelijk met woonkamertjes volgens mij. Met echt waar van alles in staan. Om eventjes gewoon heel veel dingen te laten zien bij de IKEA. Dus we beginnen hier met ook weer zo'n soort klein dingetje. Net zoals hier beneden. Met zo'n klein showroom gedeelte. En dan kom je hier echt in de woonkamers terecht. Moet ik het pad wel eventjes geleidelijk maken. Kijk, deze kant die kan wel echt groot zijn. En deze kant wel korter. Dus ik kort het allemaal eventjes wat in.
Zodat we wel wat meer ruimte hebben aan beide kanten voor de showrooms. Zo. Kijk, dit bedoel ik nou, jongens. We kunnen helemaal niet zoveel bouwen, want je bent zo in de keuken. En dit bedoel ik. Oh my god, oké. Okay. Misschien kan ik de balie wel even wat inkorten. Zo. En dit pad kan nu wel wat breder. Weet je, dit kan wel één breed. Daar kan je toch wel doorheen? Nee, dat is een beetje lelijk. Oké, okay. Nou ja, we hebben altijd nog beneden, jongens. We kunnen altijd nog naar beneden. Dus dat is mooi. Oké, okay, ik moet ook even die trap gaan plaatsen, want ik ken mezelf. En plaats ik die trap niet. Dat is zo dom. Oké. Okay. Even kijken. Waar ga ik die trap plaatsen? Oh my god. Misschien hier. Nou ja, dan naar beneden. Dus zo. Zo dan. Ik denk zo. Oh, oeps. Plaats. Hier naartoe. Naar dit blokje. Ja. Dan ga je hier naar beneden. Ik doe één blokje nog naar voren. Ik ben heel kieskeurig met dit, jongens. Zeg ik dat. Terwijl ik het helemaal niet goed zo. Helemaal niet heel goed kan. Oké. Dus dan kan je hier naar beneden. Ik vind het helemaal best. En dan beneden doen we ook nog wel wat showroompjes. En dan doen we de rest. Weet je wel. Want anders hebben we hier veel te weinig. Oké. Want er zijn zoveel showrooms. In de IKEA. Dus dat moeten we wel hebben natuurlijk. Oké. Ik doe hier even zo. Dan heb je hier de balie. Klein showroompje. Dan heb je hier een woonkamer. Dat voel ik wel. En dan plakken we dan ook gewoon een klein keukentje aan of zo. Zo hier. Maar overal zitten van die open deuren in. Hè? Dus dat plaatsen we dadelijk. Dit is een eetkamer. Ik verzin maar wat. En er zit een keuken aan vast. Dus de keuken die komt... Dit houden we even hier. Dit is die hele showroom met keuken en al. Dus het keukentje komt hier waar ik nu wijs. En hier eetkamertje. Dan kunnen we hier slaapkamer doen. Jongens, ik vind het helemaal geweldig. Met aangesloten badkamer. Dus dat is dit. Zo, dit hoort hier aan vast. Ik doe dit eventjes open voor mezelf. Om even te onthouden van... Oké, zo zit het in elkaar die vorm. En dan hebben we hier de laatste showroom. En wat kunnen we daar doen? Nog een woonkamer. Weet je, we hebben hier een woonkamer. En we hebben hier nog een klein toilet, denk ik. I don't know. We kunnen hier ook nog twee dingetjes van maken. Een kinderkamer. Een kinderkamer. Maak hier een kinderkamertje van. En hier ook nog een kinderkamertje. Of een babykamer. Want je eindigt altijd met baby's, jongens. Met kleine kinderen. En dan kom je bij het eten. Oh my god, I love this. Oké, dus hier kan je eten. Ik vind het best wel groot hoor, dit. Voor eten. Dit helemaal is voor eten. Oké. Misschien kan ik dit wel wat... Zo doen. Nee. Weet je wat, we doen het gewoon. Weet je, dit is groot zat. Het moet ook een beetje bij elkaar zitten al. Ik vind het best. Oké. Ik ga dit een beetje voorbereiden en dan zie ik jullie zo. Nou, ik heb het eerste kleine dingetje even gebouwd. En het is een beetje een soort introductie dingetje van de IKEA. Bijvoorbeeld de nieuwste banken of de nieuwe lamp. Het staat dus nu niet als een woonkamertje ingericht. Maar gewoon zo van, hey, kijk, we hebben nieuwe dingen. En deze bank hebben we. En deze mooie stoel. Deze mooie kast. En deze is in aanbieding. Woe. Dus dat moet het een beetje voorstellen, dit beginnetje. En je kan hier ook eventjes lekker zitten. En ik heb ook echt zo'n IKEA-vloer. Dat vind ik er helemaal bij passen. En vooral, de rest is vooral helemaal wit. Dus zo ziet het er bovenuit. Het is heel saai nog. Maar er komen kleurtjes aan de muur. En gewoon, er komt hout op de vloer. En tapijt en vooral. Maar de basis ligt er zeker. Dus ik ben super happy ermee. En jongens, ik heb eventjes voor jullie iets leuks. Want dit was het deel voor deze keer. Want morgen, volgende keer gaan we de rest doen. En ik wil graag weten, in wat voor... Jullie mogen ook natuurlijk iets verzinnen. Moet bijvoorbeeld de woonkamer, moet die in een landelijke stijl? Dus met heel veel hout en met weet ik veel. Je moet maar even, jullie snappen dat wel. Of je kan ook een foto naar me opsturen van jullie woonkamer en die ik dan na ga bouwen. Of als je nog stiekem naar de IKEA, je gaat nog toevallig naar de IKEA, maak een foto van de showroom. Dan ga ik die proberen na te maken en stuur hem dan eventjes naar mijn Instagram of naar mijn Twitter, dat kan ook. Dus doe wat leuks, jongens. Mijn Instagram en mijn Twitter zal in de beschrijving staan. En misschien doe ik wel jullie verzoekje in deze IKEA verwerken. Vind ik wel echt een heel leuk idee. Maar de basis ligt er. Voor de rest is de IKEA al helemaal klaar.
ik ben er super blij nu al mee. En ik ben heel benieuwd naar jullie leuke ideetjes. Dus laat me dat even zeker weten. En dan laat me even weten. Ik kan niet wachten. Dus bedankt voor het kijken voor deze video. Als je het leuk vond, doe even een duimpje omhoog op deze video. En als je het niet leuk vond, doe het even nog steeds. En hopelijk zie je jullie volgende keer weer hier op mijn kanaal met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en bye bye!